Ik vind dat we als Gentenaar een beetje fierder zouden moeten zijn als we hier zo'n mooi gebouw hebben. Hè? Vind je niet? Ja, absoluut. Het is een echt verborgen parel. Ik denk dat er eigenlijk niet zoveel Gentenaars zijn die dat weten. Dus dat heeft ook voordelen natuurlijk, hè, dat je er echt rustig kunt van blijven genieten. Maar het is een parel in het midden van de stad. De rust die hier heerst. En als je hier nu in de Veldstraat zou gaan, is de drukte. Het is magnifiek, hè? En vandaag zeker met de zon erbij. Dus daar mogen we zeker fier op zijn. Ja, dat is dankzij Ilse van Uitbureau die ervoor gezorgd heeft gezegd. In de ochtend mag het wat regenen. Daarachter moet het goed weer zijn, want hier in zo'n bonbonnière moet het een beetje gezellig zijn. En we kunnen natuurlijk onze artiesten maar doen. En je bent dus al een beetje rondgegaan. Er zit een hele nieuwe wending eigenlijk nu een beetje voor de Gentse feesten, vind ik. Er wordt meer plezierstukjes gemaakt, vindt u niet? Het zijn niet zo de droge stuk, allez, droog, kwalitatief wel goed bedoel ik, maar nu zit er meer leute en plezier in, vind ik. Ja, het ziet er zeer belovend uit. Ik ben half weg, dus ik ga straks mijn tocht verder zetten bij de kraampjes. Maar ja, het talent die hier aanwezig is, is ongelooflijk. En de diversiteit waar wij als Gentenaars kunnen uitkiezen, is iets om te koesteren. En ik zie ook een aantal nieuwe zaken. Hè. Ik zie Wim de Koning hier staan, noem maar op. Dus dat is ook fijn, hè, dat je die oude klassieke waarden hebt, die huizen van vertrouwen. Maar dat je ook een aantal nieuwe mensen hebt. En het ensemble samen is uniek. En ja, dat typeert toch de Gentse feesten. En laat ons dat vooral zo Gents mogelijk houden. Hè. Dat zou inderdaad heel mooi zijn. Iedereen spreekt ervan. Ja, we hebben centen tekort, wordt te duur. We gaan moeten betalen als entree. Is het nog wel haalbaar? Gaan we dat, Gentenaars? Want we zijn tenslotte vechters. We gaan er waarschijnlijk toch wel iets aan doen dat iedereen naar de Gentse feesten kan komen en het niet zou moeten betalen. Natuurlijk, we neuten wel soms een keer, maar we pleuien niet. Dus het moet en zal toegankelijk en kosteloos blijven voor iedereen. Natuurlijk, dat is de kern van de Gentse feesten. Dat was het idee bij de oprichting, dat was het gisteren, vandaag en dat moet het ook morgen zijn. En als stadsbestuur gaan we daar ook zeker op toezien, absoluut.